een vraag, hè. Hoe u inspiratie haalt, hè, van waar en zo, om uw tekeningen te maken. En dan heeft mevrouw Anne de Bode voor ons een foto klaarstaan. En daar gaat ze iets over vertellen. Ja, ja. Vertel maar. Ja. Op een bepaald ogenblik moest ik een beeld maken van twee meisjes die in het donker aan het fietsen zijn. En dan heb ik eigenlijk gewoon de straat, mijn straat, dat is het uitzicht vanuit mijn raam van voren. Wat? Dat is zo. Van hier aan de voorkant. Ja, aan de voorkant heb ik gefotografeerd, want het was zo mooi met die maan en dat licht van de lantaarns tussen de bomen en zo. En dat heb ik gebruikt, kijk, dat is het eigenlijk de basis geworden van deze illustratie. Ik heb daar wel huizen bij gezet, maar je herkent het wel goed zo. Ja, ja. En doet u dat dikwijls? Of zijn er nog andere manieren waarop u inspiratie kan halen? Ja, ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk ook dat je altijd goed rondkijkt. Bijvoorbeeld, als ik nu dit bijvoorbeeld mensen moet tekenen. Ik kijk altijd rond naar mensen in de winkel of op straat. Hoe lopen die? Wat hebben die aan? En dan worden dat eigenlijk allemaal typetjes. En hoe dat die bewegen en op die manier heb ik voortdurend inspiratie om de dingen dan die ik heb opgeslagen in mijn hoofd, van die terug weer te geven in de boeken, in de illustraties. Echt prachtig, echt waar. Ja.